Hoi, vandaag is het 2 januari en vandaag is het Science Fiction Day. Science Fiction. Ja, als bij Science Fiction moet ik altijd denken aan Star Wars of in ieder geval ruimtevaart. Maar het is ook natuurlijk toekomst. Laten we een raket gaan tekenen. Doe je mee? Goed, laten we eens kijken hoe een raket eruit ziet. Ik ga dan een beetje uit van de raketten die je kent, bijvoorbeeld uit de kuifjesstrips. En dan weet iedereen ook gelijk dat je een raket bedoelt. Zo. Kijk, en hier doen we dan wat vlammen onder. Deze laten we een beetje zo. Een beetje trillen, hè? Dan zie je echt dat hij opstijgt. We kunnen hier nog wat wolken tekenen, zo. Nou. En dan zou je ook nog kunnen zeggen van, ik ga deze ik zou hem ook in kunnen kleuren natuurlijk, zodat hij die vlakjes rood maakt. Maar ook zo met arceren kan je aangeven van, hé, dit is een raket. Wat je natuurlijk ook nog zou kunnen doen op Science Fiction Day, is natuurlijk dat we er een leuke UFO van maken. We kunnen hier een marsmannetje in zetten. Wacht, laten we die één oog geven, zo. Dan kunnen we hem nog wat snelheid geven, zo. Dat is de echte vliegende UFO. We kunnen er ook nog wat lampjes op zetten, zo. En misschien een landingsgestel eronder. Zo, een UFO. En hier kan je natuurlijk ook lekker mee gaan variëren. Succes met de raketten en de UFO.